Ja, kan niet dat klein hebben. Goed, de meeste komen af van de hakken, maar hij heeft je ketting staan. Dacht ik ook, dat gaan we alleen. Zijn ze opzolder vrienden? Inderdaad, dat is heel mooi, heel mooi. Wie is daar eventjes ook kort voor? Goedenavond dames en heren thuis. Goedenavond dames en heren in de zaal. Mijn naam is Maybe, ik ben 25 jaar. Daardoor ook de jongste van de residentie West-Vlaanderen. Ik sta nu bijna 3 jaar op de planken. En ja, de rest zal een verrassing zijn zeker. Ja, inderdaad. Zoals je zelf zegt, je bent de jongste. Hoe sta je daar zelf tegenover? Tegen de andere kandidaten ook? En... Ik denk niet dat dat zozeer een nadeel is. Mensen denken waarschijnlijk, ja, ze zijn niet zo lang bezig. Ik zie nog niet zoveel ernaast als de andere ervaren meisjes. Maar ik heb heel veel ervaring kunnen opdoen door de mensen waarmee ik heb gewerkt. Ik ben ook al de verkiezing gewonnen. Dus ik weet al een beetje hoe alles in elkaar zit. Dus ik denk niet dat ze ook onderschatten, ondanks mijn leeftijd. Ja, heel leuk natuurlijk. En als ik een jongste kan gaan, dan denk ik nog wel snel aan op tempo. Of hebt u een andere smaak? Ik denk dat dat een beetje een misvat is. Op tempo wil ik niet graag een Rettinel of een Britney Spears en Adeline zien doen. Dat is echt niet mijn ding. Ik ben ook geen dansmarieke. Ik hou meer van het theatrale, musicals, heel veel drama, emotie. Maar moet dat erin op 2 april dan niet er nog niet zo? Natuurlijk allemaal heel spannend voor de mensen thuis die er aan bij zijn. Ik kan vanaf vandaag ook je kaarten bestellen voor 2 april. Alle info vind ik ook op de pagina natuurlijk. En dan Maybe, zoals je daar zegt, je bent 3 jaar bezig. Maar waar zie je jezelf? In verband met nog meerdere verkiezingen of? Het Maybe zijn over 10 jaar. Als ik eerlijk ben van Maybe heb ik wel hele grote dromen. Sommige een beetje onrealistisch. Maar dromen, ja, zorg ervoor dat ik kan blijven doorgaan. Ik zou heel graag naar Maybe op tv komen. Dat is wat ik heel graag zou doen. Op welke manier? Maakt me niet veel uit. Ik zou ook heel graag ooit Mr. Sibel willen. Ik denk dat dat zo'n beetje het kerstje op de taart is voor elke show in Vlaanderen. En ja, ik ben het ook nog steeds gelukkig getrouwd te zijn met mijn prachtige partner Billie Jean. En ja, dat is zo'n beetje te zon, te zon. Ja. Oké. Ook voor jou nog 2 afkomsten. We gaan nemen de eerste keuze uit. Ik vind dat het is niet. Nummertje 6. Oei. U kan daarvoor de liefde afsluiten van Nummertje 6. Dankjewel. Dankjewel, Nummertje 3.